veel mensen. Ja. Ik weet niet met Stefan en wij gaan lekker met z'n tweeën naar Londen. Zonder andere mensen verder. Ja, met z'n tweeën. Met z'n tweeën. Lekker romantisch. Ja, romantisch. Heel leuk. Nee, maar de oma vlog is back. Oh, dit is de eerste sinds die vette commercial die je hebt. Ja, klopt. Dus, ik ga jullie lekker meenemen en we zijn onderweg naar Schiphol. Ik ga ook een vlog maken voor TikTok. Oh my god, dus kunnen mensen dubbel vlog zien. Ja, de scenes van de oma vlog. Ja, oh leuk. Normaal die jij van mij vindt, dat jij de scenes. Dat klopt. Oké, nou we lopen nu lekker op het vliegveld. Ik ben benieuwd wat er voor een kalmerend muziekje net onder dat reisgedeelte. Nee, er staat altijd een hip-hop beat onder. Helemaal niet. Echt wel? Vooral het islam bij die gedeelte in jouw vlog. Dat kan je echt niet zeggen. Nee, dat zeg ik niet. Echt niet. Steven, moet je even terugnemen. Nee, ik neem het wel. Dat is mijn favoriete gedeelte. Oké. Okay. Ja. Dat is echt nieuwe hip-hop muziek. Ik weet niet, ik ben zo vrolijk vandaag. Ik moet alleen maar om jou lachen. Ik weet het niet. Goed, we gaan nu naar de incheckbalie. Gaan we nog naar de lounge of zo? Wat is de bedoeling? Ik ben nog nooit zo enthousiast op reis geweest als vandaag. Oké. Dus we gaan het meemaken, Julia. Hey. Kijk, je hebt gecontroleerd. Altijd, hè? Ja, het is altijd inderdaad. Het is altijd raak. Altijd zo. Maar ik zie er ook vandaag uit. Ja. We zijn dus nu even in de lounge. Even zonnebaden. We gaan even zonnebaden in de lounge en dan even wat eten en drinken en dan naar de vlucht. Hey mensen, het is bloedheet op Schiphol. En ik had net een ingeving om een nieuwe zonnebril te kopen. Het ging helemaal mis, want ik kocht hem. En toen zei hij dat hij niet... dat er een storing was met betalen. Dus toen ging natuurlijk mijn sugar daddy Stefan het voor mij betalen met zijn creditcard. En toen was het alsnog van mijn rekening afgeschreven. Maar ze zeggen dat ik het terugkrijg. Dus ik ben benieuwd, want het was niet bepaald goedkoop, hè? Het is niet goedkoop, hè? Nee. Het is een luxe-deal. Dus ik ga hem zo even showen, want hij is heel mooi. En voor de rest lopen wij nu lekker naar de gate. En gaan we zo de lucht in. En dan gaan we helemaal lekker. 5 minuten mee. Nou, Lot en Ro zijn ook gezellig mee. Willen jullie zwaaien voor mijn vlog? Ik wil een mond en vloggen, het is wel smeren. Lot en Bronta, dat pijn. Aan je kop. Zitten we weer gezellig naast elkaar, Steef. Julia is nog steeds aan het vloggen. De oma vlog is bang. Nou, daar zitten we. Ik heb een kussen voor de hele vlucht. Zo. Nee hoor, ik ga zo even daar zitten. Ik heb nog een vrije stoel. Echt niet? Ja. Nee. Echt waar? Nee. Ah! Ik kon het zo zien. Stefan! Jongens, dit is mijn nieuwe plan. We zijn geland. Welcome to London City. Hi. Kijk, we zijn dus ook met Mo. Die zit in mijn vlog. Hey, vlog. De oma vlog. Op die telefoon. Nou, we zijn dus bij het hotel en we gaan nu naar binnen. En dan ga ik even douchen, want ik ben echt goor. Mensen, we're in the hotel. En ik sla met Stevie natuurlijk. Oh! Dit is stickers. Echt? Julia, het is Woo! Auw! Oké, maar Stefan die had, er werd dus gevraagd of we een bed samen wilden of een bed alleen. Oh, die wil ik wel eventjes lekker. Ja. Okay. Er was dus een vraag naar Stefan en mij van zouden jullie samen in een bed willen? Toen zei Stefan gelijk nee, want Julia die stinkt en die auw en die... En die snurkt en die slaapt heel wild. En kijk,
Dus het is niet goed doorgekomen, liggen we toch naast elkaar. Ja, jullie weer vloggen. Oh, mijn vloggie is back. Ik was dus net mijn koffertje aan het uitruimen en toen dacht ik, ach, ik heb... Ga eens even met die reet uit het beeld de hele tijd. Ja, je hebt echt al 14 keer gezegd dat je gaat douchen. Ja, ik heb je gebeld, man. Ja, jezus, loop nou even door. Want... ik wilde wat leuks vertellen, want ja, ik heb dus net lekker gedoucht en dan vind ik het altijd heerlijk om een lekker... Stefan... Ah! Dat moet je niet binnen doen, dat brengt ongeluk! Oh, ik heb het nog gedaan! Gekkerd! Hoor. Ja, ga dan maar douchen. Ja, oké, ik word de hele tijd afgeleid door de jongen, maar ik wil jullie iets heel leuks vertellen. Want, zoals ik zei, ik heb net heerlijk gedoucht. En ik vind het het allerlekkerste als je hebt gedoucht en aan je haar zit gaan met je make-up. Is als laatste een parfumetje op te doen, want dan ruikt het zo lekker. En ik heb dus van Parfumado luchtjes meegekregen. En kijk hoe handig, want ik had dus alleen mijn handbagage. En daar kon dit dus helemaal lekker in. En dan kan je het gewoon zo, kijk, het is echt super makkelijk. Zo, wip, wip. En dan kan je dus 4 spuitjes voor 30 dagen lang kan je zo opspuiten. Dus ik zeg maar wat, lunch, ontbijt, avondeten, kan jij gewoon lekker... En dan zelfs daarna nog heb je een date of whatever, kan je het ook nog even zo gebruiken. Het ding is dus dat je neemt een abonnement en dat kan je dus ook stopzetten wanneer je wil. En je kan het ook weer verder zetten wanneer je wil. Je neemt dus een abonnement op luchtjes en dan kun je dus alle luchtjes kiezen op hun website. En dat komt dan in zo'n prachtige flacon. En ja, het kost dus maar €14,95 per maand. Maar met mijn code, HEETMAN50, die komt er nu zo, wieuw, is het voor nu €7,50 voor 1 maand lang. Dus ik zou zeggen... Ja, ben ik weer helemaal fris, dus we gaan ons even verder klaarmaken. En dan ga ik lekker eten. Stefan heeft toch voor elkaar gekregen dat het twee bedden zijn geworden. Ja, dat is goed geregeld. Vind ik ook, nou, we zitten beneden in een heel afgesloten soort hok. Mm-hmm. Dus wij gingen even buiten staan. En we hebben ook allemaal ontzettend honger. Ja. Maar... daar gaan we zo verandering in brengen. Zeker. Yes. Toch? Zeker klappen. Yes. Woehoe. Yep. Dave, we zouden uit eten gaan, maar waar zijn we beland? Heel culinair tentje. Ja. Super schattig, lokaal. Ja. Helemaal lopen. Ja. Helemaal niet commercieel. Nee. Heerlijk. Nee, we hebben nooit gehoord, dat was hartstikke leuk. De saus, mevrouw. Yes, that's me. Yes, thank you. Come on, LinkedIn. Hoppakee. Altijd als ik wil gaan filmen, dan ga jij filmen. Filmen. Maar we hebben net heerlijk gegeten en nu zijn we weer op onze hotelroom. En nu gaan we nog even een TikTok maken voor Steve en misschien Ex on the Beach kijken. Hey, doe eens normaal, man. Vreten poep. Jij een poepenvreter. Eeuw, Steven een poepenskak is scheet, jongen. Oké. Let's go. Morgen, lieve mensen. We staan mooi, in de lift. En we zijn echt net wakker. Het is zo heftig. Ben je moe? Nee. Ik wel. Maar je hebt wel gezegd, laat ik het zo zeggen. Ja, oké, maar je hebt me toch wakker gemaakt en toen... Oi! Oh, ja, is... oh, sorry, ja. Oké. Where are you going? To the rooftop. Oh. You need to have your oh. Oh, sorry, oh, so no. Oh, god. We gaan even helemaal naar beneden. Oké, dus we zijn even ontbijten. Hé joh, ik zit te vloggen, man. Ik zit gewoon door de oma vlog te tetteren. Maar we zijn nu, we gaan even lekker ontbijten. Heerlijk. En dan gaan we... Stefan zit er al heel op het vest. Ik word er echt niet goed van. Ja, best wel heel. Nee. Ik ben alleen terug. Nee. Huh? Echt niet. Oh, volgens mij heb je de meiden. Nee hoor. Jij dit. Met bacon. Maar ik wist niet dat mijn bacon... We hebben net ontbeten. Hier is Mo. Hey Mo. Zijn er, goedemorgen. Goedemorgen. En we gaan nu dus naar de, ja, dit soort ding waar zij content moeten maken. En ik huppel er maar gewoon vrolijk achteraan. Ik
Nee, we zitten dus nu een soort van, of zo, ik krijg echt wallen in dit lichaam, maar we zitten dus in een soort van ondergronds gamehole hall bunker. Ik ben zo'n oorbellen vergeten in te doen, dat vind ik zo irritant. Hier zit Steve. Nou, Steve. Ben je blij dat oma vlog mee is? Ik ben blij dat oma vlog mee is, nu ben ik zonder jou uitgemoet. Oh! Oh. Nu heb ik zonder jou uitgemoeten. Ik ook niet zonder jou, lieverd. Steven heeft alles gefilmd en ik wil eigenlijk even naar een winkel. En dan ga ik jou stylen. Prima. Yes. Ik ga dus nu even naar de Uniqlo met de boys. Want ik wil dus heel graag een basic t-shirt. En Amier had dus twee mannen Uniqlo shirts gekocht die op Bali waren. Die zagen er heel chill uit, dus die ga ik even kopen. Nee, nou, het is gelukt. Dit is het geworden. Heel saai wit t-shirt. Maar prima. En we gaan nu heel even ergens wat drinken en dan gaan we lunchen met al die mensen. Mo, hoe ga jij? Wat gaan we drinken? Ik wil een ijskoude water met een limoen erbij. Oké. Ik dacht zelf aan een ijskoud biertje, maar oh, nee, water met een limoen is ook erg lekker. Oké, dus nu even bij een barretje wat te drinken. Ja. Maar ik heb gewoon al zoveel zin in alcohol met deze zon. Misschien ga ik wel gewoon een Bloody Mary bestellen. Ik wou het ook doen, maar ik dacht wel bij. Ja. Heb je geen biertje? Het is ongezellig alleen. Ja, maar dat is weer gelijk een pornstar martini. Dat is gelijk weer een pornstar martini. We zijn nu bij de lunchplek. We gaan lunchen met de hele crew. Ik heb best een kleurtje, Steve. Huh? Ik heb best een kleurtje. Ik? Ja, ik. Ik ben veel bruider. Ik heb gegeten. Fucking lekker gegeten. Nu heb ik echt een zieke afterdinner dip. En Steve en Mo ook. Nou, Mo weet ik niet, Steve het wel. En dan gaan we even lekker in het hotel even poweren en het doen. En dan hebben we straks een feest. Ik ben heel benieuwd. Okay, mensen zijn heel even aan het chillen op de hotel room. Hier is Steve. Yo, what's up ladies? We gaan even neppen, toch? Niet hoor, ik ben een loser. Echt wel, weet je wel. Nee hoor. Wel. Ik loop nu door de gang, ik heb hem helemaal klaargemaakt. Ik was even aan het slapen en Steve zag dus naar het feest, want ik moest nog een Get Ready With Me filmen voor de feest. Dus we gaan er nu heen, dus ik zie jullie zo. We zijn op de party. Ik heb dus net gequizd, maar ik heb niet gewonnen. We gaan zo even lekker uit eten. Zin in. Hey, oma vlogmentje. Kijk eens. Hey. Hey. No, but I mean, hello followers. Goedemorgen, lieve mensen. Het is onze laatste dag in Londen. Ik ben nog steeds met meneer De Vries. En wij gaan straks even lekker ontbijten. Wat is dit, joh? We gaan even ontbijten bij Google, toch? Ja. Leuk. We zijn er bijna. Dan gaan we eten en dan hebben we nog een brunch met iedereen. We zijn eigenlijk alleen maar aan het eten. Dus dat is weer wel cool, kijk maar. De volgende brunchplek. En Mo is er ook weer gezellig. En dan gaan we, wat gaan we eigenlijk tussen die tijd doen dat we naar het vliegveld gaan? Ik wil al naar huis. Nee, ik kan niet meer shoppen, want mijn koffer gaat dan niet meer dicht.
Maar goed, we gaan het zien. We hebben het leuk gehad, hè? Nog lachen. Oh, kijk wat er aankomt. Ik ben nog steeds chagrijnig vanochtend. Ik ben nog steeds chagrijnig. Hey, we hebben net fucking veel gegeten weer. Jezus, ja sorry, het is echt een eet/drinkvlog. Maar we gaan dus pas om 4:30 naar het vliegveld en het is nu 2:30. Dus we gaan even rondlopen. Misschien dat we nog wat leuks zien om te shoppen. Elkaar de hele dag eigenlijk bijna niet gezien. Maar goed, we gaan nu eindelijk naar de airport. Of eindelijk, we gaan nu naar de airport. En dan gaan we weer naar Nederland. Leuk. We zijn op de airport en we gaan. Bedankt voor het kijken. Zit weer op. Like en abonneer voor de oma vlog. Oh, fijne zondag allemaal. Ik ben benieuwd, als je hem nou helemaal hebt afgekeken, laat even weten in de comments. Niet te veel ben ga ik al die muziekjes tussendoor de hele tijd. Stefan, hou op!